Bij de Maritieme Autoriteit Suriname, MAS, zijn vandaag 3 jubilarissen gehuldigd. Deze medewerkers hebben 12,5, 25 en 40 jaar trouwe dienst bewezen aan het bedrijf. Daarnaast zijn 3 mensen die met pensioen gaan ook in het zonnetje gezet door de directie. Michel Amavo, directeur van de MAS, is dankbaar voor de bijdrage van de jubilarissen en gepensioneerden. Hij zegt waardering te hebben voor de wijze waarop deze mensen zich in de afgelopen periode hebben ingezet. Jubilarissen, meneer Sultan, mevrouw Vreeser en de overige, vandaag is jullie dag. Wij hebben vandaag de jubilarissen die wij zullen huldigen. Ik feliciteer hen allen van harte met het bereiken van deze belangrijke mijlpaal in hun carrière. En mevrouw Vreeser, die is een van onze medewerkers geweest in Nikeri. Want voor zij die het niet weten, MAS opereert landelijk. Maar we hebben fysiek nog 1 filiaal te Nikeri. En we hebben, misschien als de mensen dat toelaten, kunt u later kijken naar onze nieuwste aanwinst, de Kumaru 2. Die we speciaal hebben gekocht voor onze landelijke operatie. En die we ook zullen gebruiken voor de beloodsingen in Nikeri. Dus mevrouw Vreeser, ook bedankt voor de bijdrage geleverd vanuit het Westen. Amavo benadrukt dat binnen de MAS er altijd goede afstemming is onder de medewerkers. Het is volgens hem het geheim achter het succes van het bedrijf. En dat is teamwork. Weet u, Mogiwantori, zaterdag hadden we die besprekingen met de bond. Daar reed ik hier. Daar was er een pick-up hier van de mannen die tent moesten opzetten. Dat de man kwam met een tak directeur. Hoe heet dat je naar Drico? Onze pomp op dat tent. Waar moeten we zitten? Ik weet het niet. Ja, maar u bent toch directeur? Met dat hier en nog. Even als directeur me hoor me bezig bij een tent die moet spotten. Dat mijn ouderen of doe. Dus ik weet het niet. En ik wil geen ruzie met die mevrouw die over die tent gaat. Dus ik bemoei niet met die tent waar het geplaatst gaat worden of niet. Is niet mijn werk. En waarom zeg ik u dit? Omdat bij de MAS is het een team effort, is het een teamwork. Dat we verwachten van ieder die hier is, dat men de bijdrage levert. En het begint bij de directeur, de raad van commissarissen en alle medewerkers die een bijdrage moeten leveren. En we rekenen op iedereen, vandaar dat we ook hier zijn, om de jubilarissen te huldigen. De directeur van de Maritieme Autoriteit Suriname, Michel Amavo. Hij sprak vandaag bij de huldiging van jubilarissen en gepensioneerden van de MAS.